Alles is Familie, de romantische comedy van het jaar, gaat vanavond in première. Heel bekend Nederland is uitgenodigd, maar wat betekent familie nou voor hen? Luizaad. Eerder dood. Je moet het zeg maar zien als... Ja. Het is dood. Zaad. Leuk dat je er bent. Ja, goed. Man, leuk dat jij er ook bent. Hoe zit het daar met het zaakje nu? Heb je wat lossere broek aan? Of? Ja, ik heb voor de gelegenheid maar een hele losse broek aangetrokken. Want dat strakke, dat werkt niet. Nee, dat is niet goed. Nee, dat knelt het af. Het krijgt geen lucht meer, weet je wel. Geen adem. Dat is niet goed. Wat betekent familie voor jou? Nou, familie is voor mij alles eigenlijk. Daar kom je vandaan en dat is de bron. Hè? Het betekent alles, want dat is de basis waarop je goed kan werken. Want na elke film is een zwart gat. En dan moet je gauw naar je familie en dan word je weer getroost voor alles. Het betekent wel wat, maar ik heb helemaal bijna geen familie meer. Ik heb een broer en een nicht en een beetje aangetrouwd. En that's it, de rest is dood of weggevat. Dus ik vind het heel leuk om in een grote familie film te mogen spelen. Het is niet zielig hoor. Nee, mag ik je wel even knuffel geven dan? Dick, Rutte en Winnie zijn er. Hallo. Smagemans. Hi. Ja, liever. Hi, Dick. Hey. Wat zorg je toch altijd goed voor ons, liever. Heeft iemand nog iets van Charlie gehoord misschien? Oh, dat ben je toch een prachtig gebied, schat. Zo leuk als je lacht. Jij zou toch ook eens wat in je tanden moeten laten doen, Dick? Hè? Kleine moeite, groot plezier. Koffie. Het leukste aan mijn rol vond ik de teksten van Kim van Koten. Ik had elke dag wel een scène of een moment dat ik dacht, oh wat leuk dat ik dat mag spelen nu. Het leukste aan mijn rol is misschien wel dat ik zo goed kan koken. Dat is wel heel leuk. Dat ambieer ik zelf, zo goed kunnen koken. En daarnaast ook nog vond ik het heel erg leuk om me elke dag zo aan te kunnen kleden. Met sjaaltjes en pochetjes, verschillende kleuren sokken en ja, dat vond ik heel erg leuk. Wat kunnen mensen van de film verwachten? Ja, het is een familiefilm met alles wat er in het normale leven gebeurt. En dat het allemaal in één film gebeurt, ja, dat is natuurlijk wel heftig. Nou, dat je echt heel hard gaat lachen en dat je ook echt heel erg diep geroerd wordt, denk ik. Waar je ook soms echt een brok van in je keel krijgt. Over het leven, over familie en over mensen die fouten maken en dingen goed doen. Het leven is echt meer dan een beetje blowen, een beetje in je piemel trekken en pannenkoeken bakken. Ja, is die taart een beetje goed gedaan? Oh, heerlijk. Dit kind groeit op in een normaal gezin. Ik wil godverdomme dat alles normaal is. Hoe moeilijk kan het zijn, zeg maar, een beetje gewoon te doen? Alles is familie, is vanaf nu te zien in Pathé. Kom kijken, want het is een hartstikke leuke film.